U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. We hebben er een poos op moeten wachten, maar uiteindelijk brak vandaag de bewolking, brak de zon door en trok de regen geleidelijk aan weg. Op de satellietfoto kunnen we dat goed zien. Veel bewolking in de ochtend nog boven Nederland, maar voorzichtig van het noordwesten uit de opklaringen die het land binnenkwamen. We zien een verbrokkeld beeld in de aanvoerrichting. Betekent dat we voor de komende 24 tot 36 uur toch wel rekening moeten houden met van tijd tot tijd wat bewolking. Maar er zijn ook zonnige momenten. Uit die wolken gaan overigens ook stevige buien vallen. En dat kunnen we zien als we naar de computerprognose kijken. De neerslag van vandaag trekt richting de Alpen. En daar zal nog wat sneeuw gaan vallen, zeker hogerop. En in onze omgeving krijgen we te maken met buien. Die buien gaan samen met flink wat wind. Aan het eind van de zaterdag klaart het even wat op, even wat rustiger weer. En in de loop van zondag misschien wat motregen. Maar zondag is wel de minst natte dag. Zaterdag dus de meeste regen. Maar wat betekent dat voor de Alpen? Een heleboel Nederlanders gaan op vakantie zaterdag. En de reis zal redelijk rustig verlopen. Hoewel er in de Alpen wel hier en daar wat neerslag gaat vallen. Maar je ziet het al een beetje aan de kaart. Er staan millimeters in en dat moeten centimeters zijn voor sneeuwval. Er gaat dus regen vallen in de dalen. De sneeuwgrens zal langzaam wel wat omlaag gaan. En komen te liggen zo tussen de 800 en 1300 meter. Zondag is het in Frankrijk droog en vrij zonnig. In Oostenrijk kunnen nog wel een paar sneeuwbuien vallen. En die sneeuwgrens is dan wat lager. Dat betekent dat ook in de dalen er soms wat wittigheid valt. Maar veel dalen zullen komende week gewoon nog groen zijn. De hooggelegen pistes zijn wel redelijk in orde. Tot zover de wintersport, nu terug naar ons eigen land. Met vanavond wat opklaringen, ook wat wolken en misschien een bui in het noordwesten. Temperaturen liggen tussen 6 en 8 graden. Vannacht zien we de temperatuur tussen 5 en 7 graden liggen. De buiigheid begint langzaam wat toe te nemen, zeker in het noorden van het land. En de wind trekt ook weer aan. Langs de kust staat sowieso een harde wind, windkracht 7. En in het Waddengebied kan het al stormachtig waaien met windkracht 8. Die 8 Beaufort zien we morgen op meer plaatsen aan de kust. En in het Waddengebied zou dan zelfs eventjes een echte storm kunnen staan. En dan hebben we het over windkracht 9. Verder buien die van het noorden uit over het land trekken. Die kunnen pittig zijn met onweer, hagel en forse windvlagen. In het Waddengebied zeer zware windstoten mogelijk van meer dan 100 km per uur. Nou, dan wordt het zondag even wat rustiger, hoewel later op de dag de bewolking weer toeneemt, de wind vooral ook aantrekt en er wat motregen valt. Maandag een winderige dag met veel bewolking en periode met regen. En waar het in het weekeinde 8 graden is, loopt de temperatuur na het weekeinde weer op tot 10 graden en meer. Komt er dan echt geen winter weer aan, is de grote vraag. Nou, heel voorzichtig zien we de temperaturen later wel gaan dalen. De vrijdag, dat is tweede kerstdag. Dan is er kans op vorst in de nacht, overdag nog niet. En daarna zie je die vorstkansen vooral in de nacht wat toenemen. En ook overdag zou het eens een keertje in de buurt van nul kunnen zijn. Hoort daar dan ook sneeuw bij? Is de grote vraag. Die kans is niet helemaal nul, maar heel groot zijn de kansen op sneeuwval ook weer niet de komende 14 dagen. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.